Het zal u niet ontgaan zijn, of misschien wel. Het was weer klimaat voor en klimaat na bij de publieke omroep. Ondertussen waren er allemaal activisten bezig met daadwerkelijk heel erg in het oog lopende acties voeren. Daar moet ik nog wel even over hebben. Maar ondertussen was de NPO ook bezig met het klimaat ons onder de neus te wrijven. Ja, het was niet spectaculair. Ik weet niet of jullie er iets van hebben meegekregen. Beetje, Roos? Ja, ik heb veel gewerkt. Ik heb niet heel veel gezien. Ik hoorde wel op Radio 1 ook van alles. Maar ja, het was wel heel onhandig geprogrammeerd volgens mij. Heel laat allemaal. Waardoor je laat en ook... Niet echt tijd hebben waarvan je denkt, nou, dan ga ik kijken. Het was ook rommelig. Het ging van het een naar het ander. En, het was ook niet altijd even entertaining. Het was niet echt dat je dacht, we blijven er voor thuis. Doe een heel even klein overzichtje van wat er was. De klimaatcrisis. De stijging van de zeespiegel. Soms voelt het zo ver weg, toch? Welkom. Dankjewel. In de Rotterdamse haven bij boetes aan het uitdelen voor de vervuilers hier. Het was gelukkig niet nodig, maar ik kwam wel even kijken. Wat mij op persoonlijk vlak het meest raakt als het gaat om klimaatverandering is dat... ik heb het vaak met mijn kinderen erover. En die zeggen dan toch vrij direct tegen mij van... ja, maar jullie generatie is het voor ons aan het verkloten. Door de energietransitie moeten auto's niet meer rijden op brandstof, zoals dit beestje hier, maar op elektriciteit. En zo werd ik een behoorlijk gefrustreerde klimaatactivist. Door klimaatverandering komen overstromingen veel vaker voor. Maar de kledingindustrie zorgt elk jaar voor meer CO2-uitstoot dan alle schepen en vliegtuigen bij elkaar opgeteld. Het is inmiddels geen nieuws meer. De temperatuur op aarde stijgt. En de gevolgen worden steeds duidelijker voelbaar. En Roos, is dit nou goed, zo van de NPO doet goed zijn werk? Of is het ook echt van ja, als je aan een vliegtuig vastketent, heeft het echt 10 keer meer effect, 1000 keer meer? Sowieso natuurlijk. Sowieso. Maar nee, ik vind het initiatief wel charmant. Ja, oké. Okay. Maar je meteen ook dan. Allebei. Nee, ja, maar ik bedoel, je kan ook niks doen. Ja, oké. Ik vind alleen, het is niet heel lekker geprogrammeerd. En het had ook wel iets gezamenlijker aangepakt kunnen worden. Doe dan een grote show met een gezamenlijke presentatie. Jaag de vervuilers op of zoiets. Iets interactiefs of iets wat aan de buis... Waardoor je... Hier blijf je niet voor thuis. Nee, het is... Sterker nog, ja, ik zou heel vreemd opkijken als ik thuis kom en ze zitten dit te kijken. Goh. Zou ik zeggen, jongens, is het normaal wat jullie aan het... Mag ik erbij op de bank met wat chips? Ja, toch is het goed. Oké, Wauke, zeg het. Ondanks alles wat eraan mankeert, en ik heb ook lang en lang niet alles gezien, is het toch goed dat de NPO geprobeerd heeft de thema breed onder aandacht te brengen. Ja. En ik vind eigenlijk dat de NPO als taak heeft 1 keer in de week een hele goede klimaatavond te organiseren. Oh, je vindt het elke week? 1 keer in de week. 1 keer in de week een klimaatavond. En dan ook lang volhouden. Ik denk en dan dat ook Klein hier heel enthousiast ook iedere keer over dit idee. Ja, maar serieus. En dat hoef je niet de hele, niet de hele avond, maar maak er dan 1,5 uur van. Op primetime. Op primetime. Dat en is dat lang? Oké, uur. Okay, maar wel 10 minuten midden in de nacht. En nodig dan ook de mensen die gisteren... Bij die privéjet stonden. Goed geeft was ook dat, een normaal podium. Wauke, luister vind je dat ook zo naar. Goed dat ze dat hadden gedaan? Ja, geweldig. Ja, hè? Ja, ik vind het hartstikke goed. Ik zou het wel tof vinden als jij daar dan een live verslag aan doet. Oh, ik had onmiddellijk die Wauke tegen naar mij de zee en afgestoken. En ik had vast onmiddellijk geroepen van... waarom deed u dat dan niet bij de boeren of zoiets? Kijk. Ja. Heel diplomatiek. Even kijken. Er was natuurlijk ook weer een lollige quiz georganiseerd. Maar het is gewoon... een wet van mede en persen, als er bij de NPO een lollige quiz wordt geprogrammeerd... dan wordt die altijd door Harm Edens gepresenteerd. We hebben een achterwandje van Splinter en natuurlijk Holland's Got Talent. Dat scheelt enorm veel grondstoffen en energie. En ik kan eindelijk een keer op zo'n mooie grote rode knop drukken. Ik heb hier een uitvinding, dat is echt iets voor jou. Dat zijn stickertjes, die kan je eraf halen en die plak je dan op je fruit. En dat blijft dan 1 tot 2 weken langer goed. Ik denk ook misschien onder de ogen, want dat mag ook wel even iets minder lang. Ja, dit wil je ook weggooien natuurlijk. En ik blijf nu 1 week langer goed. Maar zouden we tot onze dood naar Harm Edens moeten blijven kijken? Zolang we doorgaan met klimaatweken wel, denk ik. Want dat presenteert hij ieder jaar. Ja, ik heb geen idee waarom dit allemaal gebeurt en waarom dit... Er is ook helemaal geen commissie die dit tegenhoudt. Ik bedoel, je kunt toch wel met z'n allen nadenken... dan willen we het klimaat wat sexier maken... en dan krijgen we deze humor... En wie je dan ook altijd krijgt met Klimaatweek is Diederik Jekel. Diederik Jekel, dat is dan de populaire wetenschapper. Echt zo'n soort fruitvlieg die je door de hele Klimaatweek ziet vliegen.
Ja, dat heb ik ook. Ja, op de een of andere manier dan zit hij weer in een taxi om mee te praten over het klimaat. En dan zit hij weer op een stoel. Het is altijd hetzelfde verhaal. Ik word er nooit vrolijk van. Ik step altijd weg. En dat kan en mag niet de bedoeling zijn van zo'n klimaatwijk. En dan is er nog één nieuwe NPO-klimaatgoeroe bijgekomen. En dat is Beatles-kenner Nick van Nick en Simon. Oh, die echt? Die heeft ontdekt dat je het klimaat kan redden door je oude e-mails op te ruimen. Door je volle mailbox op te ruimen kun je heel wat CO2-uitstoot besparen. Al die data staat namelijk op energieslurpende servers. De NPO is deze week klimaatwijs. In het programma De Wereld van Morgen gaan we op bezoek bij bedrijven die zich inzetten voor een beter klimaat en duurzaamheid. De Wereld van Morgen, woensdag 2 november op NPO 1. Energieslurpende servers. Ja, ja. Ja, dat is, ik heb er ook nog nooit over nagedacht. Nee. Dat is echt